Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus, onafhankelijk kiesbureau uitgebreid met 3 leden. Platformontwikkeling Jodebreestraat ziet levenslicht. Digicel ondersteunt kabinet met partijcomputers. En Wie Uma Fusranang geeft meer inzicht in activiteiten. Annemarie Linger, Felicia Pettersen en Anushka Ramesar Gopalrai zijn als leden en plaatsvervangend lid toegelaten tot het onafhankelijk kiesbureau OKB. Hun beëdiging van plaats op woensdag 20 januari 2021. President Chandrika Prasad Santokhi legde bij deze gelegenheid de nadruk op de rol van het OKB binnen de democratie. Het orgaan heeft een voorname rol binnen het proces van algemene, vrije en geheime verkiezingen. Onafhankelijk kiesbureau in haar voornaamste rol als bewaker van het electoraal proces, maar ook in haar rollen in het pre-electoraal en post-electoraal proces, is één van de sluitstukken van het waarborgen van de democratische rechtsstaat. Het systeem van de kiesregeling dat het electoraal proces regelt voor onze jonge natie kent een belangrijke rol toe aan het onafhankelijk kiesbureau, waarbij integraal staat dat de verschillende actoren waarborgen dat de verkiezingen voldoen aan 3 elementaire principes: vrije, geheime en eerlijke verkiezingen. Op deze wijze wordt het optreden van het landsbestuur en het parlement gelegitimeerd door op democratische wijze verkregen maatschappelijk mandaat. Een vertaling van de opvattingen van de kiezers en door hen gewenste beleidsrichting is het resultaat van deze verkiezingsuitslag. Het onafhankelijk kiesbureau vervult de rol van onafhankelijke bewaker en toezichthouder van het proces dat gekenmerkt wordt door de brug van burger naar bestuur, de keuze voor eerlijke, oprechte leiders die worden gedragen door de samenleving, een waarborg dat de leiding die wordt gegeven aan het land is gekozen en wordt gedragen door de samenleving. Diezelfde democratie die zorgt voor vrede, saamhorigheid en harmonie, omdat de samenleving gekend wordt. En democratie kan geen dictatuur zijn van de meerderheid, maar echte democratie werkt door continu te blijven luisteren naar de verschillende inzichten die leven binnen de samenleving. Ik als president ben daar continu mee bezig. In mijn beleid sta ik te alle tijden voor dat ik president ben voor alle Surinamers. En dat mijn handelen uitsluitend zal moeten worden geleid door primair hetgeen het belang van ons land Suriname dient. En u, als OKB, u heeft binnen dat bestel van democratie en rechtsstaat een primaire en voorname rol binnen het proces van algemene, vrije en geheime verkiezingen. Dat de stem van de burger in het electoraal proces zal blijven worden gehoord. Maar ook dat het electoraal proces met voldoende waarborgen is omkleed. U bent ook niet eens per 5 jaren actief. Maar u zult gedurende uw hele zittingsperiode actief moeten blijven. Evalueren, beleid ontwikkelen, inzichten vernemen
in gesprek blijven met de verschillende actoren en continu verbeteringen aanbrengen aan het electoraal proces. En daarmee bent u een van de bouwstenen van goed bestuur, gelegitimeerd bestuur, bestuur met behoorlijke mandaat van de samenleving, gekozen door middel van een electoraal proces dat met behoorlijke waarborgen is omkleed. Geachte aanwezigen, volgens de kiesregeling is de primaire taak van het onafhankelijk kiesbureau toezicht houden op de algemene verkiezingen in het en het bindend vaststellen van de uitslag van de verkiezingen voor de samenleving. Maar zoals gezegd, uw taak gaat verder dan dat. Dat de voorzitter, leden en plaatsvervangende leden van het onafhankelijk kiesbureau een rol hebben van bewaker van de integriteit van de democratie en het verkiezingsproces volgt ook uit de eed die u aflegt. Het gaat in de eed niet alleen om het in acht nemen van de bepalingen van de grondwet, de kiesregeling en het kiesbesluit, maar specifiek wordt benoemd dat u zich dienovereenkomstig zult gedragen. Het onafhankelijk kiesbureau zal hoe dan ook een belangrijke instelling blijven die grondig toezicht zal houden op een rechte voorbereiding en verloop van de verkiezingen en daarmee de belangrijke taken vervult om de kiezer te beschermen, te waarborgen dat de stem van de kiezer telt en dat onze democratie overeind en beschermd blijft. Ik moet hierbij terzijde opmerken dat we zullen moeten nagaan in breed maatschappelijk verband vanuit verschillende invalshoeken in hoeverre de vigerende kiesregeling binnen de nabije toekomst nog volledig recht doet aan de huidige maatschappij. Want ook dat is de taak van een eerlijke en oprechte bestuurders. Een evaluatie van het electoraal systeem is op zijn plaats. We zullen binnenkort het traject starten om breed binnen de samenleving te verkennen wat de verschillende inzichten hieromtrent zijn. Geachte nieuwe leden en plaatsvervangend lid van het onafhankelijk kiesbureau. Ik wens u veel succes in het uitoefenen van uw werkzaamheden als bewaker van de integriteit van ons verkiezingstraject, als bewaker ook van de integriteit van onze democratische rechtsstaat. Het is een vrij heugelijk moment voor het onafhankelijk kiesbureau dat deze twee leden en het plaatsvervangend lid vandaag officieel tot leden van het onafhankelijk kiesbureau zijn gaan behoren. En met deze beëdiging is het onafhankelijk kiesbureau zonder meer versterkt. Dus daar twijfelen we geen zins aan. We kennen deze dames en we kennen de kwaliteiten van deze dames. Dus voor het onafhankelijk kiesbureau is het een heel prettig moment en een heel vreugdevol moment. De boodschap naar hun toe is dat het onafhankelijk kiesbureau rekent op hun kennis en kunde. En hun inzet binnen het onafhankelijk kiesbureau voor land en volk. Dat wij samen de taken die we moeten uitvoeren, voortvloeiend uit de wettelijke regelingen, dat we gezamenlijk daaraan invulling zullen geven. Dus het wordt een zware karwei, want we moeten een heel traject afleggen. En we zijn reeds daarmee gestart, dus we moeten het komt nu eigenlijk in een snelle vaart. De activiteiten, de post-electorale activiteiten starten dit jaar en deze leden zullen direct toegevoegd worden aan de groepen die met de specifieke werkzaamheden belast zijn. De Jodenbreestraat behoeft een ordening waarbij er vooral voor de venters in de straat een permanente oplossing wordt gevonden. In dit kader heeft op donderdag 21 januari 2021 het platform Ontwikkeling Jodenbreestraat het levenslicht gezien. Deze groep, die zich zal buigen over de ordening, is geïnstalleerd door districtscommissaris Ricardo Bolla van Paramaribo Noordoost. Ja,
Ik ben nogmaals heel hartelijk blij dat jullie zijn gekomen. En met de overige mensen hier. Ik ben heel erg tevreden met de vele aanbevelingen. Omdat een platform die zou je mektide, unulik stranamang. Nou een platform naar een duurzaam karakter. Dat wat takje, mijn visie naar Dizzy. Mijn want tja aan jou de brede straat komt tot ontwikkeling. Dus een platform naar een platform voor ontwikkel jou den brede straat met jullie, samen met jullie. En unusrevi, omdat jullie daar zijn, elke dag. En al vele jaren, bijvoorbeeld mij ben kom, like deze ja. Mij kom om mijn lezen daarbij ook toe, dus het is mij niet vreemd. En mij want dat onusrevi moest doen een deel voor een oplossing, voor een orga. Fayo zet a kondre, fayo zet a foto, en fayo je hebt deze, nanga a regering, voor tjaras aan komt op rust, orde, netheid, hygiëne. Mino wan broeia in mijn foto. Ik ben verantwoordelijk voor jullie allemaal. Want oe karmi burgervader dat mina papa en mijn luku de king tussen aanhalingstekens. Ik wil niets doen wat in uw nadeel is. Maar ik moet ook gehoorzamen aan de wet. En dat is niet makkelijk, en eenvoudig. Dat maakt me tek jeppie voel. Moro leer man ja. Mansa dit op straat hier toe. Adviseer me. Maar jullie zelf zijn de oplossing. En als we met elkaar afspreken. Dat we zitten aan go mooi nou. Waarom zou ik dan straks zeggen. Ik teken geen vergunning. Maar met oplossingen. Dit gaan we afspreken. We hebben dit op papieren. We verstammen kandra. En dan gaat alles smooth, rustig, netjes, ordelijk. Heel bevredigend. Ik kan me er heel erg in vinden. En mijn collega's ook. Want in eerste instantie schrokken wij heel erg van dat wij plotseling van de ene op de andere dag moesten we het veld ruimen. Moesten wachten we niet meer verkopen. En meneer Petje heeft dus meteen een volksvertegenwoordiger in de hand genomen. En die heeft ons meteen bijgestaan. Wij mochten in de assemblee ons zegje doen. En vanaf dien zijn we dus meteen in gesprek gegaan met de DC. En die heeft uiteindelijk voor een oplossing gezorgd. Wij zijn heel erg tevreden. Dus wij gaan op deze manier verder. En hierdoor hebben wij dus ook een bepaalde saamhorigheid met elkaar gekregen. We hebben een groepsapp ontwikkeld. We hebben dus nu gezien hoe belangrijk het is dat we met elkaar in gesprek blijven. Dat wij dingen met elkaar bespreken. En dat is heel belangrijk. Ja, dat is heel effectief geweest. Alassane Wakaboon, je begrijpt. Maar dan vind ik dat ADC is revisietak. Oenunasaranaman, de parlementariër. Alassane Goboon, hoe de tevreden, hier groep de tevreden. Want in het begin je ziet dat Asanbe begint te contrawending. Maar Alassane Wakaboon en hoe vind je tevreden antwoord die de tak afvergunning of verleng? Alassane Seti. Na parlementariër Sampi in mijn contact met mij direct. Je begrijpt, in schrijf je dat nou. Asanbe Wakaboon. Dan ben ik met meneer Sampi begint in contact met zorgen de problemen. Een zekerheid moet ik me leggen, maar ik ben bijna 22 jaar bij Sampi de tapastrati. Fast tapastrati me nyanta pastrat me bo misref op ye begrep mi no dalanti uro ko ye begrep na disnami ban ye begrep mi bige sorama tak me kamata kanga di si me kamata kanga de trama me de malu kwa model di uno ti de u feno oplossing ya mi de te frida na de pointa sa di si taki ye shi tak adi si srif de welan mi bridge na adi si ukto an begin ben na manga di si no me map sen wa dora ma ti de website no adoro hun frey ja, mijn Briti. Ik wil God DC een big up. Ik wil tegen alle deze matak assisten van DC en met Alassan, met Uhuru naar de regels, met DC feest nog vader, je begrijpt. Ik wil met DC feest vader, met Uroko naar de regels aan DC taki dat Alassan kan wakabu. Wij waarderen deze ondersteuning.
Het beleid wordt hiermee versterkt en verder gedigitaliseerd. Woorden van een ingenomen president Chandrika Prasad Santokhi. Het staatshoofd heeft op woensdag 20 januari 2021 een donatie bestaande uit 50 computers in ontvangst mogen nemen en wel uit handen van de leiding van Digicel Suriname. U ziet dit in het volgend verslag. It's 50 computers, and these are enterprise Dell computers, meaning they're more powerful than what you would just buy in the shop. So they're specifically engineered for businesses and applications. So they should be very good for the use. During the pandemic, we have also not only looking at this, we've been really looking how we can help the community. We have a very good cooperation with the Ministry of Health. We provided all the PPEs, all the phone plans, all the doctors are using Digicel for free since April. We've also collaborated with the Ministry of Education. We've donated 100 tablets there. And our commitment is to Suriname, and we're going to continue to look and see how we can help out in whatever way we can. Okay. In terms of investment, we're committed to Suriname. For this year alone, we've invested almost $20 million. Okay. And our future, we have many plans, and we're going to continue to invest because we believe in Suriname and we believe in what the government is doing. And we have that confidence to invest. That's great. So that's it from my side. Thank you again for having us and the collaboration we've been having. Thank you very much. Thank you all. That is in van the 30 computers die hier aanwezig is, maar nog aangevuld wordt met nog 20. Dus totaal 50. En het wordt vandaag overgedragen door de leiding van Digicel. En dit symboliseert wederom het proces waarmee we gestart zijn hier op het kabinet om goede samenwerking te hebben. We noemen het public-private cooperation, samenwerking die gebaseerd is op een samenwerking waar het bedrijfsleven ook een stukje verantwoordelijkheid op zich neemt om ons te ondersteunen. Je weet, hier op het kabinet zijn we gestart zonder computers. En nu hebben we zoveel bedrijven die ons ondersteunen, waardoor we het werk hier kunnen doen, waardoor we vanuit het kabinet centrale leiding kunnen geven aan het bestuur in het land. En daarvoor hebben we ondersteuning nodig van ook computers, netwerken, software, hardware en met de gesten van Digicel zal dat verder versterkt worden. Wil ik nogmaals Digicel bedanken. Thank you very much. Enkele organisaties hebben tijdens een rondleiding meer inzicht verkregen over de activiteiten van de agrarische coöperatieve vereniging WIUMA Suriname. Op donderdag 21 januari 2021 mochten onder meer het Bureau Eenheid, het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en de stichting Superliga der Tucayana het productieproces van dichtbij meemaken. Voorzitter Tania Liuasu ging daarbij in op de ontstaansgeschiedenis en het afgelegde traject. Het moment dat ik moet vertellen hoe wij zijn beland waar wij nu staan, gaat er altijd een experience van jaren door mijn hoofd eraan vooraf. We zijn slechts een hele kleine vrouwenorganisatie. Maar er is een quote: never underestimate what a committed group
a small group of committed people can accomplish. That is whatever happened. Dat is slechts wat sens maakt in het leven. Commitment. Ja, de drie key zaken die ons altijd ondersteund hebben en die we hoog in onze vaandel hebben, zijn één geloof in een almachtige schepper. Die ons allen hier op aarde heeft gezet met een purpose, met een reden. Tweede is geloof in jezelf, dus die purpose waarvoor hij je hier op aarde heeft gezet. En het derde, misschien het meest moeilijke van alles, doorzetting. Doorzetting, doorzetting, doorzetting. We zijn gestart als een hele kleine groep. Groeide uit tot een man of 50. En ik ga dan in een nutshell het eerste gedeelte vertellen. En gedreven door een van de zaken die hoogtij vieren in Suriname, en dat is negativiteit, is de groep van 50 geslonken naar 3. En eigenlijk vroeg ik mezelf op dat moment af of ik gek geworden ben of als ik goed bezig ben. Ik zal daarom altijd vertellen dat het de twee vrouwen zijn van Klaaskreek die mij hebben kunnen weten te motiveren om door te gaan. We zijn toen overgestoken naar een klein dorpje waar bijna niemand wat van weet, genaamd Kapasikele. En daar zijn we opnieuw gestart. Nieuwe hoop. En die vrouwen hebben eigenlijk gemaakt dat wij verder konden geloven en doorzetten om dit te verwezenlijken. We zijn gestart vanuit een bottom-up approach. En wat betekent dat? Geen hulp, nowhere. Hulp was van onszelf. En het was voor mij belangrijk om zo te starten. Ik geloof namelijk niet in het geven van geld, zoeken van geld, projecten, etc. als je niet een duidelijk plan hebt. Ik denk dat de resultaten in Suriname voor zich spreken. Heel veel geld, ook vanuit de Europese Unie. Vaak genoeg, het resultaat blijft uit. Geld gefinished, resultaat 0,0. Ik geloof daar niet in. Als ik mijn schaarse tijd ergens in stop, wil ik wel tastbare resultaten. We zijn dus gestart met iedereen die op tafel brengt wat zij hebben. De ene had zijn kennis, de andere had zijn krachten. Anything. Die ene wist hoe je de kokorie moest maken. En we zijn gestart met een product. Want dat is ook iets in Suriname, toch? Als ik met gemberbier zou beginnen, zou je horen, ja, maar voor mijn idee, want dan ben ik gember. Nee, we zijn ergens mee begonnen waar niemand een claim op kan leggen. Alleen de Indianen onder ons. De inheemse. We zijn gestart met kokorie. En waarom moest ik een product uitzoeken? En nu komt het. Wanneer je een product uit wil ontwikkelen, dan is er maar één weg. En dat is de ontwikkeling van de waardeketen van dat product. Houd u dat alsjeblieft vast, want Suriname snapt het nog steeds niet. Velen in Suriname, ook de meest geleerden, snappen het niet. Sorry dat ik het zo moet zeggen, maar het is een feit. En wat houdt dat in? Ik ga u geen value chain training hier geven, maar ik ga u wel uitleggen, simpelweg. En dan gaat u zien dat het makes sense. Je moet ervoor zorgen dat je, als je een ketting hebt, je ketting is net zo sterk als de zwakste schakel. Dus dat wil zeggen, als één schakel van mijn ketting half doorgezaagd is, dan gaat die ketting dus niet vast blijven zitten. Hetzelfde met de waardeketen van een product. Als één van die schakels van die waardeketen niet in orde is, als het nou is de primaire productie, het planten van die cassave, als het nou is afzet, als het nou is de distributie, maakt niet uit. Als er ergens een manco is, wil dat betekenen dat je gaat sukkelen. Het meest belangrijke is dus dat je ervoor gaat zorgen dat je die hele waardeketen in kaart brengt. En er dus ook voor zorgt dat die waardeketen sterk is. Mensen gaan naar school, hè. Je leert heel veel, zoals mevrouw Tanja het heeft gezegd, van mensen leren heel veel theoretische kennis. Maar die praktische kennis is ook nodig. En ik denk dat het vandaag een combinatie is van het theoretische, het praktische. En uiteindelijk willen we als output een
praktisch ding. We willen echt iets zien gebeuren. Dus minder gepraat, maar nu actie. Mevrouw Tanja heeft het gehad over een Wiumafusranna. Als voorbeeld voor andere organisaties. Niet speciaal voor vrouwenorganisaties, maar voor organisaties, Surinaamse organisaties die willen produceren. Het is heel motiverend, leerrijk, stimulerend naar ons toe. Ook, we hebben ook enkele ondernemers van dorpen meegenomen om ook dat mee te maken. En dat ze ook getriggerd kunnen raken, zodat wij ook gemotiveerd kunnen werken en verder een stap kunnen maken. En het is heel leerrijk. En met dit bericht hebben we het gehad wat betreft deze aflevering van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.